Sinds zondag 3 maart hebben krakers de Simon Stevin-kazerne ingenomen. Twee redenen. De eerste reden is praktisch. Het is voor heel veel mensen tegenwoordig ontzettend moeilijk om aan betaalbare woningen te komen. Er is een hele grote woningnood. En de bewoners hebben een woning nodig, net zoals iedereen op de hele wereld. En dus er is een hoop leegstand in Ede, in heel Nederland. En waarom zou je het dan niet slimmer aanpakken en die leegstand gebruiken voor de woningnood? En dat is dan ook gelijk het tweede doel. Kraken is nooit alleen maar praktisch. Kraken heeft ook altijd een politiek doel. Want dit duurt al jaren. Hè, de jaren 80 met de krakersrellen en dergelijke. Toen was er ook al sprake van woningnood. Toen was er ook al sprake van leegstand. Volgens de gemeente zijn er hier sloopplannen verkracht. Maar gebeurt er met het hele terrein tot en met 2016 helemaal niks. De gemeente is echter stellig wat betreft de plannen met de kazerneterreinen. Nou, de kazerneterreinen zijn in eigendom van de gemeente Ede. Wij gaan daar bouwen. De gebouwen die nog leeg staan, waar de krakers in staan, die worden heel snel gesloopt. Dus we willen dat ze eruit gaan. De gemeente heeft inmiddels ook actie ondernomen. We hebben aangifte gedaan bij de politie vanwege onregelmatig gebruik van de gebouwen. De officier van justitie heeft inmiddels een brief gebracht bij de krakers. Daarin staat dat de gebouwen na dinsdag 12 maart ontruimd zullen worden. Als de krakers daar niet mee eens zijn, zullen ze zelf een kort geding moeten aanspannen bij de rechtbank. Als de rechter zegt dat er sprake is van spoedeisend belang voor de gemeente en dat er daarom ontruimd zou mogen worden, dan staan wij dat niet in de weg. Nou, als ze vrijwillig vertrekken is dat natuurlijk ook goed. Dan zijn ze ook ergens anders naartoe, of in ieder geval daar weg. En kunnen wij de gebouwen gaan slopen. En dan zijn we gewoon bereid om weg te gaan. We willen het liefst gewoon een contract en hier gewoon tijdelijk zitten. Net zoals de rest van alle lege terreinen, waar niks mee gebeurt. We hebben ook de gemeente een gebruikersovereenkomst voorgesteld. Waarin de gemeente dan een overeenkomst met ons zou kunnen afsluiten dat wij de gebouwen kunnen gebruiken. Totdat er inderdaad effectief sprake is van sloop. En daarin ligt ook vastgelegd, zwart op wit, dat wij de ontwikkelingsplannen niet in de weg willen staan. We willen de sloop niet in de weg staan en dergelijke. Mocht het zover komen, weten de krakers nog niet waar ze daarna heen gaan. Nog niet, maar dat komt vast wel. Want kraken gaat gewoon door.